In Kotlin kan je een functie declareren op het bovenste niveau, op de top level, dus buiten een klasse. Dat kan je niet doen in Java. In Java moet een functie altijd binnenin een klasse staan. Maar bij Kotlin kan je dus op het niveau van de package perfect een functie declareren. En dat gaan we nu eventjes doen. Dus ik heb mijn eenvoudig appje met mijn empty activity. Ik heb hier een klein beetje testcode in mijn onCreate staan. Dat hoeft er natuurlijk niet in te staan, hè. We willen dat zo snel mogelijk vervangen door iets anders. En ik heb mijn dataklasse. Mijn dataklasse smartphone met twee properties, model en brand. En ik ga eens een functie toevoegen om in een eerste fase even hardcoded te werken met testdata. Dus ik ga even hardcoded een beetje testdata genereren, een lijstje van smartphones, een array. En dat ga ik doen aan de hand van een functie. Dus ik maak een nieuwe Kotlin file of class. En ik laat het nu gewoon staan op file. En ik ga volgens de naming conventions mijn bestand weer met een hoofdletter laten beginnen. En aangezien dit bestandje een aantal functies gaat bevatten, ga ik met mijn bestandsnaam proberen uitdrukken wat er voor functies aanwezig zullen zijn. En het zullen smartphone functies zijn. Dus ik ga dat smartphone functions noemen, een gewoon bestandje. Er staat niets in, geen klasse. En ik kan nu een functie gaan declareren. Een functie dat doen we met fun van function. En dan ga ik de getSmartphones functie declareren zonder parameters. En als ik nu wil dat die functie iets teruggeeft, en dat is hier zeker het geval, ik wil namelijk dat er hier een array van smartphone-objectjes gaat teruggegeven worden, mijn hardcoded data, dan kan ik hier ook weer een dubbele puntje gebruiken, zoals bij een typedeclaratie. En dan kan ik hier zeggen dat het een array moet zijn van smartphones. Een array, dat is een beetje anders dan in Java, dat doen we met de klasse array. En we gaan hier met de generic, met de type declaratie van generics gaan we aangeven dat het een array is van smartphone-objectjes. Dan ga ik hier lokaal enkele smartphones aanmaken. Smartphone 1 is een smartphone. Ik geef twee argumenten mee. Galaxy S9 Plus Samsung. Even copy-pasten. Een tweede smartphone, de Mi A1. Voilà. En dan wil ik nu iets gaan teruggeven. Uiteraard ga ik hier een return statement nodig hebben. Return, dat doen we niet in een lambda. Als een lambda iets teruggeeft, gaan we daar geen return schrijven. En nu doen we dat wel. En dan moet ik hier een array gaan aanmaken. En de gemakkelijkste manier in Kotlin is dat je array of gebruikt. Je kan ook ArrayList maken en ook lijsten gaan maken en dat soort dingen. Maar voor een gewone array gaan we dus ArrayOf gebruiken. En dan ga ik SP1, ik ga dus met een dynamische parameterlijst, ik ga twee parameters meegeven, ga ik met ArrayOf aangeven dat hij een array moet aanmaken van twee smartphone-objectjes, namelijk deze twee smartphone-objectjes. De declaratie van de functie kunnen we dus samenvatten met het woordje fun, moeten we beginnen hier. Het return type optioneel, het dubbele punt en dan het type hier. En dan de return. Return moeten we steeds als keyword gebruiken in een klassieke gewone functie als we iets willen teruggeven in een lambda dus niet. Bijkomstig dan ook de arrays ook ineens. Hè. Dus de array met de generics, een array van smartphone objectjes en de array of functie die ons helpt bij het aanmaken van een array. Ik wil mijn functie nu gaan gebruiken. Ik ga even opnieuw in de onCreate een beetje testen met mijn functie. Dus ik ga mijn functie hier aanroepen in onCreate en ik kan hier schrijven get smartphones. Hier staat hij. Voilà. Ik kan die zo aanroepen. Je ziet onmiddellijk hier dat er hier een import gebeurd is van een functie. Dus ik heb hier import, dan de volledige packagenaam, een puntje en dan staat er hier geen klassenaam, maar een gewone functie. Dus als ik een losse top-level functie heb, ik zeg los omdat ze niet in een klasse gedeclareerd is, dan kan ik die dus op die manier, en dan zal ik dat moeten doen, op die manier gaan importeren. Dus getSmartphones, die geeft mij een lijstje van, of een array toch zeker, van smartphones terug. Daar kan ik dan het een en ander mee gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld kan ik daar een for each op loslaten en kan ik, dat is ook weer al een beetje
testcode eigenlijk, hè, kan ik die gaan afdrukken. Dus ik kan hier een println gaan doen van de smartphone in kwestie. Voor elke smartphone in de array. En dat kan ik ook een beetje syntactisch nog een beetje aanpassen hier. Hè. Voilà. Voor elke smartphone in de array ga ik een functie aanroepen. En ik gebruik hier de lambda notatie. En ik ga hier een println doen van die it. Dus ik kan hier ook op die manier mijn ronde haakjes gaan bijzetten. Dan krijg ik een warning. Hè. Dus een lambda argument should be moved out of parentheses. Ik haal mijn ronde haakjes eruit. Er is maar één parameter bij de for each functie en dat is een lambda. En dan hier heb ik mijn lambda. Dus hier kan ik eventueel gaan schrijven mijn smartphone SP. En ik kan die gaan mappen op dit, op deze blokcode. Dus SP is een smartphone. En voor elke smartphone gaan we dit ene statement aanroepen, namelijk println van die SP. Nu, er is maar één parameter. Dus ik kan ook heel gemakkelijk gewoon it schrijven. It is de standaardnaam voor de ene parameter die je in een lambda eventueel hebt. Dus twee stappen moeten we ondernemen. Enerzijds het importeren van onze functie. Import, de naam van de package, de naam van de functie. En ze dan aanroepen is gewoon ja, de functie aanroepen en er dan eventueel nog iets mee doen, hè. Liefst wel natuurlijk. Dus hier bijvoorbeeld de for each. Roep ik aan en ik ga de println doen van it. It is een keyword. Als er maar één parameter is in een lambda, dan kan ik die gewoon aanspreken als it. En dan moet ik mijn pijltje zelfs niet schrijven. Ik moet mijn pijltje ook niet schrijven als ik geen enkele parameter heb natuurlijk. Dus ofwel heb ik geen enkele parameter, dan schrijf ik mijn pijltje niet. Ofwel heb ik één parameter, dan kan ik ervoor kiezen om het pijltje ook niet te schrijven. En dan moet ik het woordje it gebruiken om naar die ene parameter te verwijzen. Dat geeft een beetje Engelstalig-achtige code. Hè? Dus for each, print it. Print it. Dat is de mooie syntax die je dan krijgt. Ten slotte nog even uitproberen. Dus ik heb mijn appje klaarstaan. Mijn onCreate is uitgebreid met de function call en de for each. Voilà. Mijn emulator wordt opgestart. Gaat even duren. Je ziet dat er veel output gaat verschijnen. Onder andere hier bij build zal heel wat verschijnen. En dan bij het run-tapje, dat zo meteen zal verschijnen. Hier staat, die is tevoorschijn gekomen. In het run-tapje zal ik de uitvoer zien van mijn app. Dat gaat heel veel zijn. Ik ga onder andere informatie krijgen over mijn emulator. Over het framework, het Android framework, dat een aantal dingen gaat doen. En ook zie je hier een system out. Dus ik zie hier de smartphone 1 en smartphone 2. Die worden hier als een informational message, een I van informatie, D is voor debug, wordt die op de system out geplaatst, op de standaard out. En zo zie je ook ineens dat de standaard toestring, die, aan mijn, die ik gratis krijg binnen in mijn dataklasse, die door Kotlin gegenereerd wordt, dat die toestring dat die dit soort output genereert. Dus dat is ook wel interessant om eens te bekijken.